Helemaal, ik ben Mandy en vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En dit keer is het een birthday haul. Afgelopen maand werd ik 17 jaar. Dat is echt een onwijs leuke dag. Ik heb die namelijk ook gevlogd. En ja, waarom natuurlijk niet, hè? Die staat hierboven eventjes in het i'tje. Ik heb super veel leuke en lieve felicitaties gekregen. Ook heel veel leuke kaartjes. En ja, er staan echt van alles op. Eten, maar ook een cactus. Ja, wat nog meer? Een zonnetje, leuke verjaardagkaartjes, dus super lief. En ja, oh, deze is wel heel erg leuk en speciaal, want ik was met mijn opa en oma en mijn zusje een tijdje geleden naar Beeksebergen geweest. En mijn oma hoorde daar dat ik heel erg van giraffen hield. En toen dacht ze, nou, laat ik voor mijn nieuwe verjaardag dan maar zelf een giraffenkaart gaan maken. Want ik krijg voor mijn verjaardag altijd van mijn oma een zelfgemaakte, een zelfgemaakte kaart. En die is helemaal moeilijk opgebouwd en allemaal dingetjes, geborduurd. Echt super leuk. Ik ga vandaag jullie dingetjes laten zien die ik heb gekregen voor mijn verjaardag. En het is totaal niet om op te scheppen of zo. Maar ik heb zelf persoonlijk altijd dat ik nooit weet wat ik moet vragen voor mijn verjaardag. Dus misschien zijn dit wel leuke inspiratiedingetjes voor jullie. En dan weet jij misschien wel wat je kunt vragen voor je verjaardag. Als eerste heb ik van mijn ouders iets gekregen wat je in deze video een soort van kunt zien. Namelijk dit licht. Ik heb twee softboxen gekregen. Ik laat jullie eventjes zien wat het precies is. Het zijn eigenlijk twee lampen die heel erg mooi daglicht geven voor je video's. Het is nu namelijk buiten helemaal donker. En alsnog kan ik nu gewoon een video filmen omdat het licht gewoon nog prima is. Dus dat is super fijn voor de winter. En dan kan ik gewoon nog in de avond dan video's gaan filmen. Ook heb ik nog een dekbed gekregen met cactussen. Dit is echt een super leuk dekbed. Want ik hou van cactussen. En dat weten de meeste van jullie wel. Dus deze past echt helemaal bij mij. Ook heb ik nog een flamingo lipgloss gekregen. En toen mijn moeder mij deze gaf, toen kwam ze erachter dat deze van Topmodel was. En daar moesten we eigenlijk wel heel erg hard om lachen. Want Topmodel, dat is natuurlijk echt iets van vroeger. Altijd die plaatje inkleuren en zo. Dus ja, wel weer grappig. Heel erg leuk voor het idee. Ook heb ik iets gekregen waar ik heel voorzichtig mee moet zijn. En dit is namelijk zo'n peperkoekhuisje. Zo'n gingerbread dingetje. En er zit ook echt allemaal van die koeken in. Met een decoratiesetje erbij. En nog een soort van ja, baklijm wat je op kunt eten. En dit heb ik dus ook van mijn ouders nog gekregen. Super leuk. Hier kan ik misschien wel een keertje een video mee maken samen met iemand. Waarschijnlijk ga ik dit een keertje maken in een video samen met mijn zusje. Als het bijna kerst is. Want ja, het is natuurlijk hartstikke leuk. Kerstig. Ja, gewoon lekker typisch. Dan heb ik van mijn zusje deze leuke lijst gekregen. En dit is een hele leuke houten lijst met een leuke quote erin en een fotocamera. Want ja, ik hou natuurlijk van video's, fotografie. Dus deze past er helemaal bij. Ik wil mijn kast ook even opnieuw in gaan richten en er allemaal leuke lijstjes op gaan zetten. Dus ja, misschien ga ik daar wel een video over maken ter inspiratie. Dan kreeg ik van Kiki dit tasje. Super schattig. En daar zitten jellybeans in. Maar ook iets anders heel erg leuks. Namelijk iets wat ik nu ook op mijn lippen heb. En dit is een lipstick. En niet zomaar een lipstick. Dit is namelijk een MAC lipstick. En ik had nog helemaal geen MAC lipstick. Maar ik wilde het eigenlijk wel heel graag een keertje proberen. En dat had ik dan toen een keertje tegen Kiki gezegd. En toen zei ze, oké, dan koop ik er één voor je. Dus ik dacht, oké. En degene die ik heb gekregen heet Mer. Ik weet niet of ik het helemaal goed uitspreek. Maar ja, je ziet hem hier al op mijn lippen. En dit is hem. Ik zal hem ook even swatchen. Hij is mat, maar hij voelt niet stroef op je lippen. Hij voelt gewoon bewegelijk, weet je wel. En soms heb je dat je lippen er dan helemaal van opdrogen en helemaal lelijk worden. Maar dat heb ik bij deze niet. En ja, ik vind het gewoon heel erg leuk dat ik nu ook een keertje een MAC lipstick heb. Heel erg leuk. Eén dag voor mijn verjaardag ging ik samen met wat meiden van de Bonbonnetjes naar Utrecht. Een beetje winkelen, gezellig doen. En toen kreeg ik van Eva iets heel erg leuks. Ik kreeg iets bij Lush. En het ruikt nu al zo lekker. Want het heeft de geur van Snow Fairy. En Snow Fairy kennen de meeste van jullie waarschijnlijk wel. Het is heel erg zoet en het ruikt een beetje naar zuurstokjes. En ja, hij ruikt heel lekker. Hij is mooi roze. En deze is best wel speciaal, want dit is ook uit iets uit een nieuwe collectie. Eerst moet je hem dus over je arm heen smeren. Dan doe je hem een paar keer heen en weer. Nou, prima heb je dat gedaan. Dan smeer je het zo lekker uit. En dan komen er uit deze twee gaatjes, die je hier ziet, glitterpoeder. Ik weet niet of je het kan zien. En dan, oh, dit is best wel veel volgens mij. En die kan je er zo hier lekker overheen strooien. Het ruikt lekker. Het is goed voor je huid. Het wordt er zacht van. En het gaat lekker glitteren. Nou ja, dit is toch echt
dit is gewoon wat je wil. Dan heb ik van Emma en Chantal iets gekregen wat hier op de achtergrond staat. Er staat een heel erg leuk letterbord waar je dus zelf allemaal lettertjes op kan doen. Ik heb ze hier allemaal in een potje gedaan. Moest ze eerst zelf allemaal afbreken. Het was een heel gedoe, maar het is gelukt en ik wil er iedere keer een andere quote op gaan doen. Misschien ook leuk op de achtergrond voor mijn video's. Dus ja, het zat in zo'n doosje. En hier heb je dus een voorbeeldje. En ik vind het gewoon heel erg leuk als decoratie. Ook heb ik nog dit boekje gekregen. Hij is van, ja, fluweel, hoe noem je dat? Hij is super zacht. Dit is zelfs ook helemaal zacht, dit lintje. Hij heeft een gouden zijkant. En streepjes van binnen. Heel erg mooi notitieboekje. Echt heel erg mooi. Er staat ook echt een bijpassende quote op. Er staat op: never sleeping, always dreaming. Nou ja, dat ben ik. Ik kan nooit slapen. Nou, ik ga nooit op tijd slapen. Dat is het meer. Maar goed, ja, notitieboekjes liggen eigenlijk altijd een beetje in de hoek van je kamer te wachten. Totdat je er iets onzinnigs in gaat schrijven. Maar dit keer wil ik er echt iets leuks in gaan doen. Ik weet nog niet wat. Ik ga er even goed over nadenken. Maar ja, ik wil deze net mooi en goed gaan gebruiken. Dan kreeg ik van Mila dit leuke fotolijstje, bordje-achtige dingetje. En ja, Mila en ik geven elkaar altijd een soort fotocollage iets. Altijd al heel erg leuk ter herinnering. En ik kreeg nog een shirt met een rampababam. Raad wat erop staat, raad wat erop staat. Stem in de poll, wat denk je dat erop staat? Ja, een cactus. Want ja, dat past er gewoon bij. Ook heel erg leuk shirtje dus. En nog een doosje met heerlijke Milka chocolaatjes. Wonderbaarlijk dat ze nog dicht zitten, maar ja, ik ben zuinig. Van Marjolein krijg ik dit leuke pakketje met een Ethos cadeaubonnetje erbij. Heel erg leuk. Oeh, oké. Heel erg leuk ingepakt ook. Twan gaf mij dit schattige tasje. Je kan hier doorheen kijken. En eerst zat hier op de onderkant nog allemaal kruidnoten. Maar die heb ik nu in een zakje gedaan en ik heb de helft al opgegeten. Want ze waren gewoon te lekker. Want love kruidnoten. Die zat hier onderin. Heel erg leuk als opvulling. En had hij dit leuke kaartje bij. Want ja, hij dacht, ben je uit van filmen en fotografie. Past er helemaal bij. Dus dit tasje. En toen zijn we ook nog naar Barista geweest. Dat is een... ja, een leuk cafeetje waar je lekkere taartjes kan eten en koffie en chocomel kan drinken. Dus dat was super gezellig. Van mijn opa en oma's heb ik dus een leuke kaart gekregen met wat geld. En mijn ene oma die had me ook nog watjes, wattenstaafjes en handcreme gegeven. Nagelcreme. Want ja, dat is gewoon altijd handig en het weten ze dat ik daarvan hou. En dat ik dat nodig heb. Ook kreeg ik van allebei nog een chocoladeletter in de letter M van Mandy. Ja, natuurlijk. Hartstikke toevallig, hartstikke lekker. En ja... die ga ik lekker opeten. Het zat trouwens echt in het mooie inpakpapier. Moet je kijken. Stippeltjes. Die mooi heen en weer gaan. Love it. Dan heb ik ook nog twee leuke tekeningen gekregen van Daan en Fenne. En ja, mooi kinderkunstwerkje. Deze is ook heel erg leuk. Fenne heeft een cactus getekend. En allemaal leuke stickertjes erbij. Heel erg lief. En ook kreeg ik nog dit cactuslampje. Dit is echt heel erg cool. Want hij is van een soort keramiekachtig. Dus je moet hem niet kapot laten vallen. Want ja, hoor maar. En deze kan je dus aan de onderkant aanzetten. Dan heb je dus zo'n heel schattig en klein lampje die je gewoon bij je bed kan zetten. Of ergens anders leuk ter versiering. Dit vind ik echt heel erg schattig. Nou, en dan nog als laatste iets van Quinty. Dit hebben jullie waarschijnlijk al wel gezien in mijn verjaardagsvlog. Als je die vlog nog niet hebt gezien, staat hij hierboven in het i'tje. Was echt een super leuke en gezellige dag. En ik kreeg dit leuke tasje van haar. En koekkruimels, maar die heb ik al wel opgegeten, want die werden anders oud. Want die waren vers. Een leuk kaarsje met Hello Cactus staat er voorop. En een mooi groen, mint groenachtig kleurtje. Dit doosje met cactussen erop. En daarin zit een leuke cadeaubon van de Hema. En dan nog iets wat dus al in gebruik is. En dit waren ballonnen voor mijn 5000 abonnees. En die heb ik pas al opgehangen, dat heb ik pas gehaald. Super bedankt allemaal. En daar heb ik ook pas een filmpje van geplaatst op Instagram. Let maar op. Ik klim even lekker op mijn bed. Eerst ging hier namelijk 1000, want ik had 1000 abonnees. Maar nu heb ik 5000 abonnees gehad. Dus deze kan lekker weg. Quinty, super bedankt voor de ballonnen. En jullie ook allemaal heel erg bedankt. Ik vind het echt heel erg leuk. Ik ben heel erg blij mee. En ja. Dus die hangen hier achter me, boven me. Die zie je hier een klein stukje hangen. Maar daar ben ik dus ook nog heel erg blij mee. Laat in de reacties weten wat het leukste, mooiste, grappigste, het meest bijgebleven cadeautje is dat je ooit voor je verjaardag hebt gekregen.
Dit waren dus allemaal cadeautjes. Super bedankt allemaal van wie ik het allemaal heb gekregen. Hartstikke leuk. Ik hoop dat jullie deze video ook leuk vonden om te zien. Dat jullie misschien wat inspiratie eruit hebben gehaald. En ja, dan zou ik voor nu zeggen bedankt voor het kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Te abonneren, te reageren. En tot de volgende keer. Doei doei!